Ik ben verbaasd. Weinig mensen verduren het zo lang. Misschien ben je gevoeliger voor je kameraadsenpijn. Mijn vragen zijn simpel. Ik wil weten hoe je heet, voor wie je werkt en hoe je weet van het bestaan van deze basis. Natuurlijk moet je me ook vertellen wat er gebeurde toen je door het krachtveld ging. Zeg niks, hoor je me? Ik blijf steeds vragen stellen over wat er is gebeurd totdat jij antwoord geeft. Wat is je naam? Dat lijkt me pijnlijk. Je hoeft alleen maar te antwoorden. Als je dat doet, lijkt je vriendje niet meer. Nog geen antwoord? Wat moet ik doen om je te laten spreken? Misschien verbreek je je stilte als ik nog iets verder ga. Dit is zo onnodig. Ik vraag alleen een antwoord, dan zal deze nachtmerrie eindigen. Antwoord. Ik smeek je. Ik haat het om mensen te offeren voor niets. Tangguan, met de communicatie is al gesloten. Haba, Oma Shonkole. Een dringend verzoek vraagt om mijn aandacht. Ik kom snel terug voor de rest van onze conversatie. Wat nu? We vinden de condensator, verhoesten hem en dan weg. En heb je enig idee hoe je dat wil doen dan? Nee. Maar ik verzin wel iets. Jody, niet te dichtbij komen. We kunnen niet gewoon wachten. Nee, Olai. Van zade de wachtje. Thank you.
Aiden? Aiden, je bent terug. Vind me. Je bent er. Vlug. Hou me weg hier. Laten we weggaan nu het nog kan. Het gat staat helemaal open. Er komen straks allemaal entiteiten uit als we het niet sluiten. Nee, het is te laat, Jody. We moeten nu weg. Het kan niet anders. Dat weet je. De explosieven. Ik heb de explosieven nodig in de verhoorkamer. De grootste ontdekking op de hele wereld ooit. Verwoest. Verwoest door jouw stomme Amerikaanse teef.
aan de andere kant. Terug. Fuck. Kom op, Jody. Niet doodgaan. Huh? Niet doodgaan. Niet doodgaan. Kom op. Kom op. Yeah.